Marco Postma, daar spelen ze dit seizoen voor de finales en dit weer een echte finale. En het is er weer, hè? Ja, dat was inderdaad een echte finale. 1-0 achter gelijk komen en ja, zij zijn er tot de laatste toe eigenlijk ingebleven. En ja, ik denk dat wij als team goed gevochten hebben en uiteindelijk een goede score hebben neergezet. Het was echt een vechtwedstrijd, hè? Ja, zij speelden gewoon hard en op de man en zij gaven alles en dat hebben wij ook gedaan. En ja, het resultaat mag er zijn. Ja, dan had je ook nog het geluk door dus vrij stevig gebouwd bus, dus toen kreeg ze een beetje partijen aan, maar zij kleunde er nou dan echt hard in. Ja, dat klopt. Het was gewoon echt een harde wedstrijd. Zij wilden ook gewoon heel graag winnen en wij ook. En hun, ja, de enige manier waarop zij kunnen winnen is gewoon keihard spelen, want wij zijn denk ik de betere ijshockeyers. Dus dat hebben zij ook gedaan. Het moest bij hem even vier wij komen, want Jim scherpt hem wel volle vaker, maar zij scoorden meer. Ja, zij kwamen natuurlijk op 1-0 en ja, dan heb je het even moeilijk. Ja, wij scoorden 1-1, toen 2-1 voor hun, 2-2 en uiteindelijk zijn wij gelukkig uitgelopen naar een mooie score. En dan nog, maar die tweede periode nog spelen worden, is het nog net beslist. En dan juist in de powerplay pak je die moment, hè? Ja, klopt. Ja. We hadden 5-3 en ja, we hadden een paar keer goed rondgespeeld. En normaal is mijn taak om aan Ronnie te geven of aan Tony te geven dat die gaan schieten. Ja, en ik dacht, ik had hem 3 keer gegeven. Ik dacht van nou ga ik hem zelf maar een keer schieten. En die ging in de bovenhoek. Ine Krusing, einde wedstrijd en titelprolongatie. Dat is een prestatie. Absoluut. En volgens mij is hij hier nog nooit gewonnen. Dus dat is ook uniek. Jim Schreeuwen, wer historie. Jim haar nou de beker wer. Jim haar de longstitel wer. Maar het seizoen is nog net helemaal over. Nee, we gaan nu voor het Belgisch-Nederlands kampioenschap. En dat kan, hè? Absoluut. Eerst maar even feestje, denk ik. Komt helemaal goed.